12e Wilhelminering uitgereikt aan Lily van der Stokker. Nou, de Wilhelminering is wel een hele bijzondere prijs, omdat het zoveel gelaagdheden heeft. Er zijn zoveel verschillende disciplines bij elkaar, die worden met elkaar verbonden. En in de eerste plaats is het natuurlijk een ring met een koninklijk randje eromheen. Maar door al die verschillende disciplines, dat is onder andere de ring, een tentoonstelling in het CODA Museum, een opdracht van de gemeente Apeldoorn en voor het Sprengenpark. Dus ook om het publiek meer kennis te laten maken met kunst in de openbare ruimte. En dan wordt er ook nog een, de ring heel specifiek ontworpen voor de winnende kunstenaar. Dus we hebben nu de 12e uitreiking van de ring. En er zijn 12 verschillende ringen gemaakt. En dat maakt het ook heel bijzonder dat het niet zomaar een standaard ring is van wordt even aangeschoven. Nee, alsmaar een nieuwe ring, nieuwe opdracht van een sieraadontwerpster die zich goed verdiept in het werk van de kunstenaar. En dat zullen we dan straks ook zien. Nou, we wilden met een verrassing komen. Want ik denk dat het park wel een beeld kan gebruiken wat totaal uit de band springt. En dat was eigenlijk iets wat we zochten. Een beeldhouwer die dat zou kunnen doen. En allerlei namen zijn de revue gepasseerd. En die en die en die. En toen kwamen we tot onze eigen verbazing eigenlijk uit bij Lily van der Stokker. Ja, dat werk is zowel plat als ruimtelijk. En eigenlijk kennen we dat werk voornamelijk van tekeningen op de muur. Maar het zijn ook hele ruimtelijke installaties. Dan heb je bijvoorbeeld een museummuur of een muur. Helemaal vol met die kleuren en die vormen van haar werk. En dat loopt dan door, dat hele schilderwerk, zou ik maar zeggen, met die vrolijke kleuren, die liefelijke kleuren ook. Dat loopt dan door op de grond. En daar staan dan ook nog een paar meubeltjes op. En dat is allemaal in heel uitnodigende, liefelijke kleuren. En het is eigenlijk heel feminien. En heeft dat werk altijd, in al die jaren dat ze bezig is, heel omstreden gemaakt. Want het feminine, ja, dan denk je aan opgepoetst, hè? Super overdreven vrouwelijk. En het leuke van en bijzondere en knappe van dit werk is dat ze juist dat feminine heel erg sterk aanzet. Heel erg uitvergroot. Waardoor je erom moet lachen, maar waardoor het ook iets wordt. En ik heb dat in de laudatio die we geschreven hebben voor haar, ter ere van de uitreiking, van de prijs aan haar, heb ik dat vergeleken met hoe nogal wat Amerikaanse vrouwen praten. En ik praatte dan met van die kinderstemmetjes. Om te ontwapenen en hun zin te krijgen. Maar daarin zit iets. Ze willen iets daarmee. Ze willen iets bereiken daarmee. Het kan soms ook een beetje hard zijn wat ze willen eigenlijk. Dus het is eigenlijk zachtheid of hardheid, zou ik maar zeggen. Verpakt in iets lieflijks en zoets. En dat is voor ons, de jury, de kern van haar werk. Het ziet er lief uit, het ziet er feminien uit. Maar al die teksten die erin staan en die dingetjes die meedoen en zo, er zit eigenlijk iets in wat wringt en waardoor je denkt, maar je moet er ook om lachen. Het is echt heel rijk en gevarieerd werk en we zijn ongelooflijk trots dat ze de prijs wilde aannemen. En dan is er nog, als het beeld geplaatst wordt in het Sprengenpark, dan hebben we nog een adviseur die ons adviseert in een dichter. Die gaat zich ook helemaal inleven in het werk van de kunstenaar. Dus als het beeld geplaatst gaat worden, dan wordt het gedicht van die dichter voorgedragen. Dus het is wel heel veelomvattend en dat maakt die prijs zo bijzonder. Wie heeft hem ingesteld, de prijs, ooit? Dat is ook bijzonder. Dat heeft, laat ik zeggen, Carla de Boer, die heeft hem ingesteld. Een dame die hier ook is. En dat gebeurde eigenlijk naar aanleiding van haar reizen.
Zij kwam op een gegeven moment in Duitsland, kwam ze de Kaiserring tegen. En die werd uitgegeven aan internationale kunstenaars. En dat idee, dat heeft haar niet meer losgelaten. Dat keizerklukken om dan een kunstenaar te eren. En zij dacht, nou, dat kunnen wij hier in Apeldoorn ook. Dus in 1998 is de stichting opgericht. Dus we bestaan volgend jaar 25 jaar. En is eigenlijk gebeurd op 6 september 1998. Toen werd dus de eerste ring uitgereikt tijdens de viering van het 100-jarig jubileum van het koningschap van, of tenminste het aanstellen van koningin Wilhelmina als koningin. Om 3:30 was het zover. Na een warm welkom door Karin Reinders, directeur-bestuurder van CODA Apeldoorn, en een uitleg over de stichting door de bestuursvoorzitter van de stichting Wilhelmina Ring, Corrie van der Veen, was het de beurt aan juryvoorzitter Anna Tilroe om het laudatio voor te dragen. Daarna als laatste was het de beurt aan Gesien Hakkenberg, die haar ontwerp van de 12e Wilhelmina Ring presenteerde. En daarna was het grote moment daar. De ring kon aan de vinger van Lily van der Stokker worden geschoven. Hier het spannende moment en het mooie moment. Lily, van harte gefeliciteerd met de 12e Wilhelmina Ring die zo prachtig vervaardigd is door Gesine. En toch even een groot applaus. Ja, zo zit hij goed. Ja, ik wilde nog even vragen, wat is hier op uw antwoord? Maar... Ja, getrouwd. Met de kunstwereld. Ja.